Hi Ineke. Dag Mira. Goedemorgen. Goedemorgen. De 80-jarige Ineke Peschel uit Almere volgt sinds kort thuis online fitnesslessen voor senioren. Die worden aangeboden door Senior Life, een organisatie die ouderen in Almere helpt met plezier thuis te blijven wonen. We willen mensen die wat moeilijker ter been zijn, willen we vanuit huis de gelegenheid bieden om te bewegen. Onder professionele begeleiding uiteraard. Door beeldbellen, waardoor we eigenlijk meteen ook interactie hebben met de mensen. Zodat we ook zien dat het goed gebeurt en veilig gebeurt. En het vooral heel laagdrempelig is. Via beeldbellen op de computer kunnen de ouderen contact leggen en meedoen met de fitnessles. Ineke heeft daar baat bij. Dat denk ik wel. Ik denk dit voor de toekomst ook, voor je evenwicht. En noem maar op. Want als je ouder wordt, dan val je sneller. En dat hoopt u toch wel te voorkomen door hier aan mee te doen? Ja. Nou zagen we net ook, de techniek is niet altijd vlekkeloos. Hoe heeft u dat ervaren, dat u dan toch met de computer overweg moet kunnen? Twee. Nou, dan geven zij weer raad. Of er komt iemand. Super, dan mag je enkel even op je knie leggen. Dat doe ik even niet, Mira. Sorry? Dat doe ik even niet, want ik heb een beetje last van de vorige keer. Oké, helemaal prima. Dan mag je hem gewoon nog even zo vasthouden. Je kan het nog wel? Ja. Ja, dan hou je hem gewoon even wat langer zo vast. Het directe contact is het succes van deze online les. Ineke vindt het prettig om dit thuis te kunnen doen. Het heeft met het weer te maken ook. Als het regent, fiets ik niet. En dan moet ik toch een stuk lopen naar de bus. Dus vind ik niet fijn. Dus dit is dan fijn. Gewoon. En wat is het verschil met andere online fitnessprogramma's? Want er zijn er wel heel veel. Op tv bijvoorbeeld. Die gaan me te vlug. Dat gaat me te vlug. Dat red ik. Oh, goed jongens, schud even lekker los. En dit is voor u goed te doen, deze oefeningen? Ja, zeker. Zo wordt elke week toch weer even een half uurtje bewogen, waardoor deze ouderen wellicht langer zelfredzaam zijn. Jongens, dankjewel. Dag Mira. Volgende week is het weer gewoon de normale tijd, hè? Half tien. Volgende week is gewoon weer half tien maandag. Oké. Doei. Bedankt, hè. Doei.